seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar hoor je heel veel over de laatste tijd. Je hebt de verhalen bij The Voice. Gisteren kwam er buiten dat bij een plaatselijke voetbalclub te gedonden was. En nu ook in de politiek. Bij de PvdA is er juist Gijs van Dijk opgestapt omdat hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Sajan de Tij, de eerste aanklacht, die lag er al in 2019. Er is toen een onderzoek ingesteld door een extern bureau. En die hebben geconcludeerd dat er niks aan de hand was. Alleen de slachtoffers zijn er helemaal niet blij mee. Want er zat een PvdA in dat externe bureau. En de PvdA die noemt het dan, gewoon doodleuk, een onafhankelijk onderzoek. Goedemiddag allemaal. Ik heb de afgelopen dagen ben ik benaderd en heb ik gesproken met vrouwen die mij verteld hebben over ongepast gedrag. Waardoor zij zich onveilig voelden van Gijs van Dijk. Het betreft geen medewerkers van onze fractie of collega's. Het zijn mensen die hij in de privésfeer kent. Maar in ieder geval één van hen is zeker lid van onze partij. En nou ja, je kunt je voorstellen dat ik me ook voor hun veiligheid verantwoordelijk voel. En ook vind dat als vrouwen zich melden, wat soms echt een grote stap is. Dat horen we natuurlijk heel vaak. Als dat een grote stap is, dan verdient dat ook serieus onderzoek. Dus vandaar dat ik dat besloten heb. Maar er is in 2019 al gevraagd om een onderzoek. Dat zou ook uitgevoerd worden. Het is nu 2022. En de mevrouw heeft nog steeds geen, mevrouw Klaster hebben we het over. Er is nog steeds geen uitslag van het onderzoek. En daarmee is natuurlijk ook gedacht, dat duurt me te lang. Ja, dan moet je te vertellen, het is privésfeer en dergelijke. Maar het klinkt nogal als kul. Ja, nou, dit zijn de vrouwen met wie ik gepraat heb nu, zijn andere vrouwen. Maar we hebben een keer, maar dan wil ik het even hebben over mevrouw Klaster. Nee, dat vind ik ook goed. Maar ik wil, het is goed denk ik om iedereen wel recht te doen. Eens. Mevrouw Klaster heeft een aantal jaar geleden, daarvan heb ik me vergewist. Die heeft een aantal jaar geleden een klacht ingediend. Die is onderzocht door een extern onafhankelijk bureau. En die hebben geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor het gedrag dat mevrouw Klaster toeschreef aan Gijs van Dijk. Dat is iets anders dan in het persbericht of in het nieuwsbericht van de NOS staat. Er staat dat we nog steeds op een uitslag zitten wachten. Maar dit is zoals het is. Er is door een extern onafhankelijk bureau onderzoek gedaan, ook al een tijd geleden. Dat is ook echt afgerond. Dat is hun conclusie. Een van die vier gevallen is niet in de privésfeer, want dat zijn voorvallen die zijn gebeurd op partijbijeenkomsten. U doelt op de klachten die mevrouw Klaster heeft gedaan. Nou ja, daar is dus toen onderzoek naar gedaan. Dat is denk ik 2 of 3 jaar geleden. Inderdaad door een onafhankelijk bureau. En nogmaals, waar mevrouw IJsink in het bestuur zat. Dus dat was wel degelijk PvdA bij betrokken. Ja, maar ik vind dat we zo'n bureau nu echt ook wel even alle recht moeten doen. Maar daar hebben vrouwen zich aan gestoord. Dat bureau heeft onafhankelijke onderzoekers. Die doen gewetensvol en integer hun werk. Daar ga ik van uit, want dat is waar ze voor zijn. En er is op geen enkele manier bemoeienis geweest met de Partij van de Arbeid. Het gaat toch meer om die slachtoffers dan? Of die dat vervelend vinden dat er een PvdA zit? Maar, of niet of u die objectiviteit in twijfel trekt? En daarom zeg ik ook, ik bedoel, het is denk ik wel belangrijk als je een onderzoek laat doen, dat je vaststelt dat dat een bureau uiteraard, is. Maar als die slachtoffers het vervelend vinden dat er een PvdA zit. En daarom zeg ik nu ook, als mensen, vrouwen dat op een of andere manier daar opvattingen over hebben, dat als vervelend hebben ervaren. Je moet toch vanaf het begin af aan gelijk doen. Al die schijn van belangenverstrengeling, dat wil je toch voorkomen in zoiets. Ja, maar ik vind, laten we even, als vrouwen dat vervelend vinden, dan wil ik dat horen. En dan hoop ik dat ze zich vrij voelen. Ja, nee, maar dan hoop ik dat ze zich vrij voelen om dat ook te melden. Ik vind dat we dat bureau, die mensen doen integer en oprecht hun werk. Het is een onafhankelijk deskundig bureau. Dus ik denk als zij tot conclusies komen, als zij een onderzoek doen, daar is, geloof me, daar is geen bemoeienis. Dat zou echt onzin zijn. U heeft het wel heel de tijd dat over dat het niet echt intern in de partij was. Terwijl het vastpakken van de medewerker op onder andere partijcongres. Ja, dan kun je niet meer spreken van de privésituatie. Hoe kijkt u daar nu naar? Nou, wat ik jullie net vertelde. Ik heb de vrouwen die ik deze dagen heb gesproken. Dat betreft in de privésfeer. Belangrijk genoeg wel om ook onderzoek te laten doen.
als er andere meldingen zijn, als vrouwen zeggen, joh, ik wil nog iets kwijt, of ik heb het een keer verteld en ik voel me niet gehoord. Dan mogen ze u bellen. Ja, maar, en kom onze... dan ook naar het meldpunt, want nogmaals, ja, dan we moet willen er ook dan wat mee gebeuren. Moeten ze zich ook prettig uiteraard bij voelen? Niet zo best met de PvdA, al jaren niet. Dan werkt dit ook niet echt lekker mee natuurlijk. Ja, maar sorry. He? Ja. Waar hebben we het nou over? Er zijn hier vrouwen. Er zijn hier vrouwen. Wat hebben jullie zelf niet aangepakt, hè? Er zijn hier vrouwen die hebben iets meegemaakt wat ze mij de afgelopen dagen hebben verteld. Wat diep heeft ingegrepen in hun Zeker. Leven. Zeker. Maar het geeft ook wel weer hoe fysiek het bij jullie kan zijn de laatste jaren. En ik heb daar dus de afgelopen dagen van gehoord. En hoe het verder met de Partij van de Arbeid is. Ja, sorry, het gaat nu gewoon even over die vrouwen. Okay. Dus daar wil ik het bij laten. Bent u bang dat er nog meer van dit soort verhalen naar boven komen? Want het lijkt alsof u het allemaal pas net weet. Ik denk, ja, dit speelt al langer. Dit had u toch al kunnen weten. Ik heb gisteren een gesprek gehad met een vrouw, dus ik weet dat sinds gisteren. Sinds gisteren pas. Ja. Dat is ook niet goed voor de cultuur binnen de PvdA, dat daar niet over gesproken wordt. Hè? Als iemand mij benadert, een vrouw, dan luister ik daarnaar. En dus heb ik dat gisteren ook gedaan. Kijk, als er vrouwen zijn dan melden die zich. Dan roep ik hen op om zich te melden. En dan, dan hoop ik zeer dat ze dat doen. Want waar het ook is. Het moet echt veilig blijven. We hebben het onderzoek net gedegen, maar wij begrijpen ook dat genoeg getuigen niet zijn gehoord, appjes niet zijn overlegd, mailtjes niet zijn gelezen. Dat is toch geen gedegen onderzoek? Ja, kijk, het is nogmaals, hè, het is een bureau dat het echt serieus heeft gedaan. Nogmaals, maar ik verval in herhaling. Ja, maar geen appjes lezen, geen mails lezen, dat kan geen gedegen onderzoek zijn. Dan kunt u toch niet zeggen dat het werk goed gedaan is en dat ze dat goed gedaan hebben. Als ze appjes en zo niet eens lezen. Kijk, u probeert zich er een beetje omheen te lullen. Nee, dat wil ik helemaal niet, want daar is het allemaal echt veel te ernstig voor. Dus naar eer en geweten hebben we dat onderzoek laten doen. Ik ga er zo vanuit, dat bureau is onafhankelijk, die hebben dat ook naar eer en geweten gedaan. Dan kan het nog zijn dat vrouwen zeggen, ik vond dat ongemakkelijk en daarvan heb ik gezegd. Dan hoop ik dat ze dat willen melden. Dat kan bij mij, dat kan bij ons meldpunt. Welke manier ze zich ook comfortabel bij Het simpele feit dat die mailtjes niet en die appjes, dan kunt u, als u dat nou weet, dan kunt u toch niet zeggen dat ze hun werk goed gedaan hebben. Kijk, ik val in herhaling. Ja, nogal. Ja, nogal. Dat komt omdat er ook... Weet je, als je een bureau vraagt om dat te doen, dan doen zij dat op de manier... Maar een minimale vereiste is dat je alles meeneemt, dat je appjes leest. Ja. Gaat u ze straks nou bellen en zeggen, joh, heeft u die appjes nou gelezen, die mails? En zo niet, waarom niet? Wat ik straks ga doen, is de verhalen die ik heb gehoord, de klachten die we hebben gekregen, informatie die we hebben, dit onderzoek, gaan we allemaal ter hand stellen aan een onafhankelijk bureau. En dan wel een goede. Een bureau dat net als dit bureau expertise heeft, dat daarin gespecialiseerd is. En dan wachten we de uitkomst. En als die slachtoffers waar het om gaat, nou vragen om daar geen PvdA in te hebben. Luistert u daarnaar?